De Nekkenacht is dit jaar aan zijn 15e editie toe. Zowat alle grote namen uit de Nederlandstalige muziek zijn intussen al de revue gepasseerd en toch probeert elk jaar de organisatie de lat een beetje hoger te leggen. Zo was Boudewijn de Groot vorig jaar zonder meer een hoogtepunt, maar 2008 belooft minstens even goed te worden. Bart Peters is dit jaar centrale gast. Het maakt me erg fier, trots, maar ook wel bezorgd, want ik ben eigenlijk nog maar 5 jaar in het Nederlands bezig. Ik heb daarvoor nog op een muziek gemaakt met de radio's en zo, en hier en daar al wel eens een kinderliedje geschreven. Maar ik ben nog maar 5 jaar echt eerlijk bezig. Alleen, het is een geweldige gang gegaan met mijn Nederlandstalig repertoire, waardoor alle theaters uitverkocht waren, want de tour is nu gestopt. Dus de enige mogelijkheid om nog met elkaar in contact te komen, ik en het Vlaamse publiek, is eigenlijk in het Sportpaleis. Want verder gaan we naar Nederland, daar gaan we toeren. En dan verder heb ik mijn helden uitgenodigd. Dat zijn de Hugo Matthijssen, Ronnie Mosseuze, Axel Peleman, omdat ik vind dat hij heel goed bezig is in het Antwerps, Jan de Wilde, de god van ons allen, Remo van het Groenewoud. Absoluut ook. En een buitenlandse held van mij, de buitenlandse held van mij, is Ramses Shaffi. Met wiens gezondheid het inderdaad niet zo goed gaat, maar eens hij begint te musiceren, dan merk je daar niks meer van. Het is een keuze voor creativiteit en feest, zeg maar, met een figuur als Bart Peters, die nog niet zo dikwijls of in een Sportpaleis puur samen met Nederlandstalige muziek is gekomen, maar die ondanks zijn korte carrière voor het Nederlandstalige lied toch een enorme dynamiek heeft teweeggebracht en een enorme frisse wind door het Nederlandstalige landschap laat waaien. En het is dus voor ons een bewuste keuze om die dynamiek en dat groots en dat kleins in de feestfiguur Bart Peters, het podiumbeest Bart Peters, in het Sportpaleis laten binnenkomen. En ik ga ervan uit dat het publiek dan ook wel het zal voelen en zijn ding zal doen. Alsof er nog geen volk genoeg op het podium gaat staan bij NECA, wil je er nog eens eventjes 150 kinderen bij? Ja, dat is een idee van de organisatoren van NECA, die blijkbaar wilde duidelijk maken dat ik vroeger ooit kinderliedjes heb gemaakt, zoals het toeterlied. En we gaan dat nu in een exclusieve uitvoering doen, inderdaad met 150 kinderen die via scholen worden gerecruiteerd. En nu maar hopen dat geen van die kindjes van het podium valt. Want dat doet heel pijn, hè. En ja, Koen Wouters is van het podium gevallen van het Sportpaleis en die heeft daar nu nog altijd duidelijke sporen van. Hoe gaat dat toeterlied? Doe dat eens eventjes. Het liedje dat ik hier nu voor u zing gaat over een fantastisch heel klein ding. De toet Stielemans in mij komt boven. De 15e editie van Nekkenacht gaat door op zaterdag 19 april in het Antwerpse Sportpaleis. Naar het strand.